Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken. Tja, nieuwe onthullingen, klokkenluiders die melden dat er bij Vion dus nog meer is gesjoemeld met vlees. U zegt dat nemen wij zeer serieus. Maar ja, dat lijkt me eigenlijk vanzelfsprekend dat de staatssecretaris dat zeer serieus neemt. Het is ook vanzelfsprekend dat een staatssecretaris het zeer serieus neemt als er mogelijk sprake is van bijvoorbeeld fraude. Dat onderzoeken we ook. Op dit moment doet de NVWA onderzoek. Er is eerder ook al extra toezicht geplaatst op Vion naar aanleiding van problemen waarbij biologisch vlees werd verkocht als biologisch, maar het niet bleek te zijn. Dus dat betekent dat we ook met onze diensten er bovenop zitten. Nieuwe onthullingen door klokkenluiders. Betekent dat u ook extra maatregelen gaat nemen? Nou, uiteindelijk moet ik natuurlijk eerst wel de rapporten afwachten van de toezichthouder. En pas op basis daarvan wordt er gehandeld. Maar het is zeker zo dat we in brede zin, als het gaat om voedselveiligheid, als het gaat om het tegengaan van fraude, ook bezig zijn om ons eigen toezicht te versterken. Kunnen ze zich voorstellen dat mensen nu naar hun kant-en-klare lasagne zitten te kijken? Zo van, ja, maar zit daar wel in wat erop staat dat erin zit? Nou, het consumentenvertrouwen moet juist hoog zijn. En dat is precies de reden waarom we ook fraude niet tolereren. Dat moeten we echt met stok en wortel tegelijk uitroeien. Dus als blijkt dat de aantijgingen over Vion kloppen, wat dan? Dan heeft Vion een groot probleem. Goed, na het kerstreces komt er een spoeddebat. Denkt u dat u dan nieuwe conclusies kunt trekken? Nou, het is een debat dat al geruime tijd is aangekondigd. En tijdens het debat met de Kamer zal de regering haar plannen voorleggen om het toezicht vanuit de NVWA op de vleesketen te verstevigen. En ik kijk uit naar dat debat. Ik denk dat het heel goed is dat we dat voeren. Tot slot, u zegt als blijkt dat het klopt, dan heeft Vion een groot probleem. Op welke manier dan? Nou, dat zal moeten blijken. In elk geval is het zo dat wij vanuit de toezichthouder nu zaken controleren. En afhankelijk van wat er gevonden wordt, dan zullen er maatregelen voor volgen. Maatregelen? Ja, maar het moet eerst altijd bekend zijn wat er precies aan de hand is, voordat je uiteindelijk ook je maatregelen bekend maakt. Zo hoort het in dit land, dat hebben we netjes geregeld. En daar moet ook ik mij aan houden. U kijkt nog met vol vertrouwen naar uw varkensvlees? Maar ik denk dat het belangrijk is dat we dat vertrouwen ook kunnen blijven houden. En daarvoor geldt dat in allereerste instantie het bedrijfsleven ook integer moet omgaan met zijn eigen productie. Daar moeten consumenten op rekenen. En als er sprake is van fraude of malversaties, dan grijpen we in.